Hallo, ja, we zijn er weer. Ronde 6, Wijk aan Zee, Tata Steel schaaktoernooi. Ik heb twee fragmenten meegenomen. En we beginnen met een fragment van Jordan van Vreest. Ja, ach, die zit achter de witte stukken en die moet tegen David Anton. En die zit achter de zwarte stukken. De zwarte heeft net paard H5 gespeeld, waarop Jordan slaat. Toren H5 en hij speelt nu zet D5. Ja, de vraag is nu, staat die toren daar nu goed of slecht? Nou, dat gaat in het verloop van de partij blijken. En zwart speelt C5. En nu begint de stelling een beetje kenmerken te krijgen van een Benoni. Lopen F4. Misschien gaat wit op den duur proberen om E5 te spelen. Zwart speelt lopen B2 en toch E3. Ja, het lijkt er nu toch wel echt op dat wit E5 wil gaan spelen. Dame F6. Valt de loper aan. Loper moet even terug. En C4. Ja, dit kan een lastig pionnetje worden. Dus ja, daar moet wit wel een beetje op letten. Dame E2. De lekkere batterij op de E-lijn. Wat zou die van plan zijn? Lopen B5. Ja, misschien een aftrekaanval. Op de dame. Maar Jordan laat er nu geen gras over groeien. Dit is het moment om E5 te spelen. En hij doet het ook. E5. Ik zag nog ergens dat Max van Warmerdam, de kerstverse grootmeester, die vond dit ook een interessante variant. En dat komt neer op het dameoffer. Dan volgt de C3. Dame maal B5. En loper maal B4. Nou. Hij geeft aan dat dit groot voordeel is van wit. Maar mijn computer zegt dat het ongeveer gelijk is. Dit is een, als je dit van tevoren ziet, is het misschien zelfs wel een beetje onduidelijk. Dus, nou ja. Ik vind het wel logisch dat Jordan hier E5 speelt. Dat was ook zijn hele bedoeling eigenlijk. E5. Oké, lopen maal E5. Paard maal E5. D-maal E5. Lopen maal E5. En ja, nu moet zwart wel slaan waarschijnlijk. Als je weggaat met de dame. Lopen C3. En ja, deze loper heeft eigenlijk geen tegenstander. Hè? Die kan gewoon lekker door de zwarte stelling heen schijnen. Stel dat wordt geslagen op E3. Nou, de samenwerking van de dame. Oh, de dame en de loper op de zwarte velden. Dat is wel vervelend. Ondertussen staat de paard ook nog even aangevallen. Dus daar moet je ook wat mee doen. Nou, stel dat je slaat. Dan gaat waarschijnlijk dit wel een vrij pijnlijke combinatie opleveren voor zwart. Dus de paard mag je niet wegspelen, omdat deze penning op de dame. Dus dit ziet er vrij pijnlijk uit voor zwart. Goed. Er is geslagen op E5. Nog een keer. Maal E5. En nu komt C3. Valt de dame dus aan. De dame moet even weg. En C2. Ja, zwart gaat ervoor. Probeert een dame te halen. En het, ja, op het eerste gezicht ziet dat er misschien kansrijk uit. Maar hoe langer je ernaar kijkt, ja, hoe beter het toch voor wit is. En nu komt de zet dame E5. Ja, dat is een mooie zet van Jordan. En dit is al een heel lastig eindspel voor zwart. Misschien is het al verloren.
Die toren is oppermachtig. Ja, moet je dames ruilen? Ja, waarschijnlijk is dat heel slecht. Is ook niet gedaan. Is koning G7 gespeeld. Stel dat je wel dames ruilt, dan dreigt dat meteen al wat. Koning F8. Je moet best wel snel opletten. D6. Ja, stel dat je nu een niksetje doet, H4, dan wint al torenmaal B5 en de pion loopt door. Dus je kan niet H4 spelen, je moet iets van paard D4 spelen. Maar ook hier heeft zwart het beste spel. Oh, sorry, wit natuurlijk. En dan loopt er misschien een andere pion door. Het is allemaal varianten die eventueel zou kunnen volgen op direct damerel. Daar ging zwart niet op in, dus hij speelde koning G7. En Jordan speelde zijn toren weg, toren E4. En ja, nu komt een zet die direct verliest. Ik zal hem even laten zien. Gespeeld loper D3 en wit aanzet en wint meteen materiaal. Door de zet. Dame G3. Dubbele aanval dame. En zwart geeft op. Ja, zo ging het. Kon hij nog wat anders doen in plaats van lopen D3? Kan altijd natuurlijk. Maar ja, is toch goed. Waarschijnlijk is het eindspel na nu, dame ruil, ook al lastig. Wel in een iets betere een variant die we net zagen, maar ook hier is het lastig spelen voor zwart. Maar hier had zwart zeker voor moeten gaan. En dus een punt voor de jonge Nederlander die dan op plus 1 komt. Dus dat is een hele goed resultaat. En we gaan naar een volgende partij. En dat is... Ja, Firuja zit er weer in. Ja, en we gaan meteen naar Z. Oh, ik doe al één zetje, maar we gaan naar Z30. Even erbij pakken. Zelfs 31. Hij moest tegen Donchenko. Donchenko, de Duitse, zat achter de witte stukken. En Firuja had zwart. En Firuja speelt hier koning H7. En ja, laat de stelling even op je inwerken. Ik denk dat zwart wel iets actiever staat. Kijk eens even naar deze gevaarlijke pionnen. Die staan er al vanuit de opening. Maar ook wit heeft zo zijn eigen troeven. Ik vind dat die loper en die dame natuurlijk staan er op G2 te kijken. Dus die staan best wel actief. Veel actiever dan de witte stukken. Dus de torens die verdedigen alleen maar gewoon wit. Nou, misschien was er een mogelijkheid om hier dame G4 te spelen. Om toch maar die dames te ruilen. En te hopen dat je dat eindspel kan verdedigen met wit. Ja, je moet nu slaan. En dan, ja, waarschijnlijk staat zwart nog steeds heel goed. Maar hopelijk kun je dit nog verdedigen. Wat de... Donchenko, die speelt de dame D2. En B2, ja. Wat te doen. Dit is overigens allemaal gespeeld in tijdnood, deze zet in een ingewikkelde stelling. Dat begrijp je, dus dan kost veel tijd. En daar liggen de foutjes op de loer. Ja, is het zomaar een pion weggeven? Nou, niet helemaal. Waarschijnlijk had loper B2 gespeeld moeten worden. Maar ja, het is niet zo'n aantrekkelijke zet om te spelen, want je geeft je C-pion op. En waarschijnlijk ook je F-pion. Had misschien kunnen dame D4 kunnen volgen en torenmaal F5. Ziet er heel gevaarlijk uit, maar ja, dame E4...
Maar die toren op F5 staat nu gepend. Dus je moet met de dame op F2 slaan. Schaak, koning opzij. En wit heeft net voldoende tegenspel om gelijkspel te maken. Door die mooie pion op E6. En die gaat hij nu spelen. Dus hij moet even keepen. Stel dat je pakt op A4, dan sla je E7. Damemaal en damemaal B2 en dame E4 en ongeveer gelijkspel. Ja, maar goed, om dat allemaal te overzien naar B2, ja, dat is het eigenlijk onmogelijk. Damemaal B2 gespeeld. En toen kwam er een toren op de B-lijn, toren B8. Dame gaat weg. En toren B1, ja, dit ziet er nog gevaarlijker uit dan de variant die we net zagen. En schaak. Toren gaat ertussen. En er komt nog een toren bij. Toren C, B8. Ja, wit kan het nog net bij elkaar houden. Dame F2. En toren slaat op F1. Ja, nu heb je de keuze koningmaal of damemaal. Nou, eigenlijk is het geen keuze, want damemaal volgt natuurlijk toren B1. Dus je moet koningmaal doen. Ja, dit is allemaal gespeeld. Toren B1 schaak, koning E2. En nu is er nog maar één zet die wint voor zwart. En dat had waarschijnlijk Donchenko gemist. En dat is de zet, een hele lange terugzet. Dat is altijd wel moeilijk om te zien. Maar de dame gaat helemaal terug naar B8. En plotseling zit de witte koning in een matnet. Een mooie manoeuvre van Ferrugia. Die dit allemaal een tijdnood heeft gezien. Ja, wit probeert natuurlijk de dame ruil aan te bieden. Maar Ferrugia gaat voor het mat schaak. Koning moet opzij. Nog een schaakje. En de loper gaat ertussen. We kunnen de toren slaan. Dame geslagen. Ja, misschien wordt die E-pion nog gevaarlijk. Maar daar heeft wit helemaal geen tijd voor. Want het gaat gewoon heel snel mat. Dame C1 schaak. En dame F1 schaak. En het is opgegeven de partij. Zwart wint, Ferrugia wint zijn partij. Ja, waarom geeft hij eigenlijk op? Er zijn drie zetten. En ze gaan allemaal mat eigenlijk. Koning C2 is dame D1 mat. En koning D2 is ook dame D1 mat. Dus hij moet naar boven, naar D4. Maar ook daar gaat het mat. Begint het met toren D1. Ja, dan kun je de dame ertussen zetten en dan is het meteen mat. Maar je kunt ook je lopen offeren en dan kun je nog net naar C3. Nu sta je al een toren achter en kun je rustig opgeven. Maar het gaat gewoon ook meteen mat. En mat in 1. Dame A7, mat. Ja. Dat was een spannende partij. En Ferrugia pakt weer een puntje. Dat is heel knap van hem. We zullen even de uitslagen erbij pakken in de zesde ronde. Ja, we hebben gezien de partij van Jordan van Vreest. Won zijn eerste partij van het toernooi. En ik kon daarmee ook doe meteen eigenlijk mee voor de titel van dit toernooi. De winnaar van het toernooi. En wat zien we nog meer? Ferrugia gewonnen en de rest remise. Magnus Carlsen wederom komt niet verder dan de remise. En ook Caruana, de andere sterke speler, kwam niet verder dan remise. Wat betekent dat voor de stand? Niels Grandelius, de Zweedse grootmeester, staat nog steeds na 6 ronden aan de leiding. Gevolgd door een aardig grote groep, met onder andere Caruana en Carlsen. En ook onze Giri, en nu ook van Jordan van Vreest, die we net gezien hebben. Bijna halverwege. Er begint al wat tekening in de strijd te komen.
op naar ronde nummer 7.